Maar ze vinden de club Feyenoord zelf een grote club. En dat heb ik toen gemerkt toen ik hierheen kwam natuurlijk. Van, ja, hoe er over de club werd gesproken met mijn achtergrond. Dus ja, ze zijn heel erg gemotiveerd omdat ze ook de krachtmeting willen zien. En ja, nogmaals, ik denk dat we er alles aan, of we gaan er alles aan doen om het zo moeilijk mogelijk te maken. Ja, Jordi Weerman, je bent dan sinds kort weer speler van FC Lutsen. Dan is er loting, dan komt Feyenoord eruit rollen. En wat denk je dan? Ja, ik vond het alleen maar mooi. Ik zat live te kijken en op een gegeven moment kwamen 8 teams uit de koker volgens mij. 8 wedstrijden onder elkaar en ja, ik zag gelijk FC Lutsen. En ik keek naar rechts en ik zag Feyenoord /Drita staan. Ja, toen belde ik gelijk mijn vader op en ja, waren de reacties alleen maar leuk. Ja, ben je veel al gedold en heb je heel veel contact met spelers van Feyenoord op dit moment? Ja, op het begin wel. Naarmate de wedstrijd dichterbij komt, wordt dat wat minder en wordt het ook wat luchtiger, zeg maar. Maar ja, op het begin werd ik natuurlijk wel gebeld door jongens onderling en zie je snel. En op het afscheidsdag dat ik wegging met Feyenoord, heb ik ook toen nog gezegd van misschien tot snel. En uiteindelijk werd het werkelijkheid en dan dooi je daar later over en is dat alleen maar leuk. Wat kan Feyenoord hier verwachten donderdagavond? Een zware wedstrijd, dat zeker weten. We hebben een ploeg die heel veel energie in de wedstrijd legt. Wat heel veel power en eigenlijk ja, heel veel strijd in de wedstrijd legt. Daarbij willen we ook graag voetballen. De trainer is een voetballend ingestelde trainer. Wat die in Zwitserland iets minder is, maar onze trainer ja, is daar wel anders in. En, ja, ik sowieso dat wij heel erg gebrand zijn. Die jongens ook, dat merk ik aan de groep natuurlijk. Ze vragen mij veel en ik merk dat, ja, dat we graag verder willen komen in Europa. En daar gaan we ook alles aan doen. Ja, ze vragen veel. Ook de trainer heeft jou informatie gevraagd. Wat zeg jij dan over Feyenoord? Ja, ja, wat voor ploeg het is natuurlijk. Welke spelers in mijn ogen veel kwaliteit hebben en die een wedstrijd kunnen beslissen. Daar heb je natuurlijk voor over. En, ja, en waar ik denk... dat de kansen liggen voor ons. Kijk, uiteindelijk de trainer beslist en bepaalt de opstelling en de tactiek. Maar ja, waar ik hem kan helpen met wat inside information, zoals ze dat mooi noemen, ja, dan doe ik dat graag. Ja, want ik merk dat Feyenoord hier aanzien heeft. In de jaren 90 hebben ze tegen elkaar gespeeld. En ja, ik hoor hier van mensen, dat was eigenlijk de laatste grote wedstrijd die we speelden. En nu komt weer Feyenoord. Dat zien ze echt als een hele grote wedstrijd. Ja, zeker weten. Maar ze vinden de club Feyenoord zelf een grote club. En dat, is, dat heb ik toen gemerkt toen ik hierheen kwam natuurlijk. Van, ja, hoe er over de club werd gesproken met mijn achtergrond. Dus ja, ze zijn heel erg gemotiveerd omdat ze ook de krachtmeting willen zien. En ja, nogmaals, ik denk dat we er alles aan, of we gaan er alles aan doen om het zo moeilijk mogelijk te maken. Vorig jaar was je verhuurd, heb je hier de beker gewonnen. Uiteindelijk heb je de voorbereiding bij Feyenoord nog wel meegemaakt. Waarom toch de transfer hierheen? Zag je geen mogelijkheden bij Feyenoord? Ja, ik zag wel mogelijkheden, maar mijn gevoel bij FC Lutsen is, ja, is goed. En niet dat het bij Feyenoord niet zo was, maar ik zag meer perspectief hier om uiteindelijk ja, de volgende stap in mijn carrière te maken. En, hier waren de ingrediënten in mijn ogen ja, wat beter als bij Feyenoord. Omdat bij Feyenoord ja, veel goede spelers zijn op mijn positie. En niet dat ik de concurrentiestrijd niet aan wilde gaan, maar in mijn carrière heb ik het gevoel dat ik ja, veel wedstrijden nodig heb. En ik denk dat die kans hier wat groter is. Je hebt hier nog niet te veel gespeeld, want je ging geblesseerd van Feyenoord hierheen. Kan je wel spelen tegen Feyenoord? Ja, ik ben zeker fit. Of ik in de basis sta, dat is aan de trainer. Maar afgelopen anderhalve week ja, heb ik volledig met de groep meegetraind. Ik voel me goed, conditioneel, weer waar ik moet zijn. Geen pijntjes meer, dus ik ben er klaar voor. Ja, en heb je ongetwijfeld scenario's in je hoofd? Nou, stel je dan nou dat je scoort of je maakt de winnende. Ja. Ja, ik denk dat ik wel ga juichen, maar dat zal op respectvolle manier zijn natuurlijk. Dat is niks ten nadele van Feyenoord, dat is dan vooral mijn eigen blijdschap. Maar ja, ik moet eerst zien of ik minuten ga maken en hopelijk kan ik die goal maken. Want ja, uiteindelijk ben ik speler van Lutsen en hoop ik dat wij doorgaan natuurlijk. Ja, het is wel zo dat Feyenoord nog in opbouw is. Je hebt ze ongetwijfeld tegen Drita gezien. Nou, daar hebben jullie misschien gezien, daar zijn kansen. En eigenlijk willen zij een beetje hetzelfde spelen als jullie. Hè? Ook hoog druk zetten, dat kan wel een leuke krachtmeting worden. Ja, zeker weten. Ik heb de wedstrijden in de voorbereiding ook gezien. De oefenwedstrijden. En ook die wedstrijden tegen Drita natuurlijk. Dus ja, er liggen zeker mogelijkheden. Ik denk dat wij nog wat hoger druk gaan geven als Drita. Dus en ja, ik denk dat er veel gemeenschappelijke... dingen zijn dat Feyenoord ook graag wil voetballen en dat willen wij ook. En het hoge druk zetten wat de nieuwe trainer bij Feyenoord natuurlijk graag wil, dat is iets wat wij ook graag doen. Dus het zal een leuke spannende wedstrijd worden, dat weet ik wel zeker.